irrationeel genoeg. Ja. Hoe irrationeel is hij? En daar heeft hij natuurlijk een hele andere definitie van dan wij. Ja, ja, dat heeft hij ook. En, wij kijken er elke keer met een westerse bril naar van wat hij doet met onze eigen waarden en normenpatroon. Maar hij staat toch net iets anders in de wereld. En ja, dan kom je ook bij de diepere Poetin. Wat zijn nou zijn drijfveren om nu naar de Oekraïne te gaan? Wat wil hij daar nu mee bereiken? Ja, dat is, als je het mij persoonlijk vraagt, is dat gewoon status en macht. Poetin is het niet te doen om geld te krijgen, want dat heeft hij genoeg. Hein? Hij heeft een geschat vermogen, hoewel dat allemaal in bv'tjes zit en heel moeilijk te traceerbaar is. Maar men heeft zich daar toch aan gewaagd. En zijn geschatte vermogen is $200 miljard, ja, zo ongeveer. En niet af te pakken? Niet af te pakken. En stel dat door die sancties, stel dat hij heel zwaar getroffen wordt, en stel dat hij daar maar 10% van overhoudt, dan heb je nog steeds 20 miljard. En je kinderen en je kleinkinderen hoeven nog steeds niet te gaan werken. Dus dat is zijn drijfveer niet. Maar Poetin is 69. En hij wordt 7 oktober wordt hij 70. Maar Poetin gaat nadenken hoe hij de geschiedenisboekjes ingaat. En hij wil natuurlijk gezien worden als een hele sterke Russische leider. Op één lijn met Catharina de Grote, onder andere, die ook een deel van Oekraïne heeft laten veroveren. Hè, het Novo Rossia. En daar wordt ook wel vaker over gesproken. Is het Poetin daar om te doen? Dat is ook een van zijn grote favorieten. Dus dat is veel meer een drijfveer voor Poetin. En daar is die. En we zien nu ook wel de meedogenloze Poetin. En volgens mij was het Hubert Smeet die ook die vergelijk maakte. Zei: ja, je ziet eigenlijk een Poetin voor 2011-12. Ja. En dan komt hij opnieuw aan de macht. Precies. En we zien nu een andere Poetin. En we zien nu veel meer de brute en meedogenloze Poetin. En die wil dat gewoon ten koste van ik weet niet hoeveel dode mensen. Zometeen praat ik verder met Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Maar eerst aan Iwan Verrips, want om 11 uur benen breekt. Iwan, wat is het breekijzer? Ons breekijzer gaat over het spel dat in Brussel weer begonnen is aan de hand van de begroting daar. Het Europese parlement wil er geld bij. Maar de lidstaten die zeggen, ja, is dat nou wel zo gepast om dat op dit moment te doen? Er moeten allerlei nieuwe functies en posten en banen worden gecreëerd in het parlement. En de lidstaten zitten daar dus niet zo te wachten. Die zeggen, ja, met inflatie, mensen hebben allerlei uitdagingen. Is dit nou wel het goede moment? En daarom hebben wij als breekijzer bedacht, er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Er gaat elk jaar meer geld naar Europa. Hoe zinnig is dat? Nou, misschien wel heel zinnig, of niet. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Ik ga zo meteen praten met een panel en met Mendeltje van Keulen, Europa-expert. En ik hoor heel graag jouw reactie. Hebben we iets aan Europa? Nou, vast wel, maar moet er meer bij of niet? Het nummer dat je kan bellen om 11 uur is 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. En het gaat dus voornamelijk over geld weer. Het gaat wel over geld, ja. Tuurlijk. Het lijkt wel BNR. Heel belangrijk. Ja. Gekke. Dankjewel. Straks dus, Iwan Verrips om 11 uur in BNR breekt. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Je luistert naar BNR's Big Five van Poetins Rusland. Morgen praat ik met BNR-Europa-verslaggever Geert-Jan Haan over desinformatie en nepnieuws. Hij dook een hele week onder in Russisch nieuws en komt er morgen over praten. Mijn gast is Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, heb je dat trouwens ook eens gedaan? Je verder van alles zoveel mogelijk afgesloten en je helemaal ondergedompeld in Russisch nieuws, of niet? Nee, toen ik dat hoorde dat Geert-Jan dat ging doen, toen was ik heel erg jaloers. Ik denk, dat lijkt me nou wel eens heel erg interessant om te doen. Ja, ook verwarrend. Ja, ook. Nou ja, goed, een experiment hoe je eruit komt. Ja, nee, maar dat had ik ook toen ik mijn onderzoek deed voor mijn proefschrift. Af en toe moet je jezelf de vraag stellen van, klopt dit nu wat ik lees? En dan moet je ook weer naar meerdere bronnen, zie ik het elders in andere publicaties ook bevestigd. Ja, daar gaat hij ook tegenaan lopen. Hij hoort heel veel en hij hoort ook tegenstrijdige berichten. En uit die melee aan al die informatie moet je dan maar een beeld zien te krijgen. Nu zei je al, Poetin wordt inderdaad 70 op 7 oktober. En allerlei speculaties, maar één hebben we nog niet besproken. Namelijk, kijk, een staatsgreep en gedoe in eigen kring. Dat kan natuurlijk altijd ook. Is dat ook een van de echt reële mogelijkheden? Ik heb daar nu nog geen aanwijzingen voor. En hij heeft zijn eigen overheidsapparaat heel strikt georganiseerd. Hè? Zoals de informatievoorziening en hoe de orders worden uitgevoerd. Daar wordt binnen sommige kringen ook gesproken, hebben het dan over de power vertical. Hè? De verschillende lagen die er zijn. En die eigenlijk heel goed bestuurd worden vanuit het Kremlin. En wat je dus ziet is nu ook in dat Kremlin. Poetin heeft al langere tijd een heel klein clubje mensen om zich heen. Wat vertrouwelingen zijn. En die komen eigenlijk uit zijn tijd toen hij net geworven was vanuit de universiteit.
en toetrad tot de KGB. Hè. Destijds in de Koude Oorlog was dat de geheime dienst van Rusland. Die is later opgesplitst in twee verschillende diensten. Je hebt de binnenlandse dienst, de FSB. Maar die houdt zich ook bezig met alle Russen buiten Rusland. En dan heb je de SVR, die is een wat kleinere dienst. Dat is echt de buitenlanddienst. Maar even terug naar die KGB. Hè. Daar heeft hij een aantal mensen leren kennen. En die zie je nog, die zijn ook allemaal zo'n beetje begin 70. Dat is de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Hè. Dat is Patrushev, Nikolai Patrushev. Die vorige week nog eens een keer hebben ze die ook geïnterviewd. En die vroeg ze van wat zijn de doelstellingen van Rusland. En die kwam gewoon weer met hetzelfde rijtje waar Poetin op 24 februari mee kwam. Nou, dat zijn de loyale 70ers inderdaad bij elkaar. Dat betekent dat als Poetin komt te overlijden dat een van deze loyale 70ers het ook met gemak kan overnemen. En gewoon precies dezelfde lijn kan voortzetten. Ja, die Patrushev wordt eigenlijk nog wel beschouwd als een grotere havik dan Poetin zelf. Ja, dan heb je voor de rest ook nog Alexander Bortnikov. En dat is op dit moment de directeur van de FSB. Dus die mannen die staan ook heel dicht bij elkaar. En dan is er nog een vierde persoon. Dat is Igor Sechin. Dat is, maar die komt ook uit die veiligheidsregio. En de Siloviki, de mannen met macht worden die genoemd. Dat zijn voormalige vooral. En daar zit ook weer een hiërarchie in. Mensen die bij die veiligheidsdiensten hebben gezeten. En vooral de FSB, want die staat bovenaan. En die Igor Sechin is nu de CEO van Rosneft, een van de grootste energiebedrijven in Rusland. En dat zijn de mannen die elkaar opzoeken, die elkaar vertrouwen, die elkaar eigenlijk al als jonge operators, officieren in die inlichtingdienst hebben leren kennen. Ja, die elkaar natuurlijk ook nooit kritiek geven, want ze zijn enorm loyaal en dat strookt niet met elkaar. En dat betekent, er gaat er maar vanuit. Dus ook komt Poetin te overlijden, mensen het allemaal hopen, dan gaat hij toch, die lijn wordt doorgezet. Dus dat maakt dan niet gek veel uit. Nee, want er zijn genoeg mogelijkheden. Ja, dus en dat vertoont nog geen haarscheurtjes. Daar zie je ook een wederzijdse afhankelijkheid in. En die mannen zitten op die posten omdat Poetin dat toestaat. En die voeden Poetin ook. Maar Poetin heeft ze ook nodig omdat ze loyaal aan hem zijn. Dus ja, je ziet zo'n wederkerigheid in die relaties ontstaan. En dat blijft voorlopig nog wel even in stand. Het is wel belangrijk om dit te weten. Wat je nu ook zegt, dat we weten welk clubje daar in ieder geval de macht in handen heeft. En waarschijnlijk nog voor lange tijd ook. Het is ook belangrijk om te weten of we goed kunnen kijken naar het model van hybride oorlogvoering. Van diplomatie, informatie, militaire en economische zaken. Alles bij elkaar. Of dat een heel goed model is om nog steeds te begrijpen hoe Rusland oorlog voert. En vanuitgaande, en dat doen de meesten, en geloof jij toch ook, dat dit nog 10, 15 jaar misschien wel langer kan duren. Nou ja, kijk, als je mag geloven wat Patrushev zegt. En als ze inderdaad die doelen die ze in 24 februari door Poetin geformuleerd zijn. En als dat gewoon vorige week opnieuw herhaald wordt door zeg maar de meest naaste medewerker van Poetin. Ja, dan ga ik ervan uit. Die denazificering, die demilitarisering. Eigenlijk over het grondgebied wat ze willen bezetten, laten ze zich niet uit. Maar het weerspiegelt wel dat ze toch eigenlijk een groot deel van Oekraïne willen bezetten. Ze willen Zelensky weg hebben met zijn regering. Ja, dat betekent gewoon dat die oorlog nog wel voorlopig doorgaat. Dan is het niet alleen de Donbass-regio. Maar betekent het dan ook dat wij die manier van oorlog voeren die zij hebben, die we altijd ook vanuit onze eigen blik hebben bekeken, dat wij een andere blik moeten hebben op bijvoorbeeld diplomatie, wat zij als een soft power zien, maar een hele belangrijke. Ja. En we zijn misschien volledig aan voorbij gaan. Ja. Nou ja, waar zij ook heer en meester in zijn, en bij ons op de Nederlandse Defensie Academie is ook wel eens af en toe de discussies, ze hebben slechte diplomaten. Nou, een aantal collega's van mij die weerspreken dat. Die zeggen dat absoluut niet. Het zijn hele geslepen diplomaten, allemaal juristen, die exact weten hoe je internationale verdragen ten eigen faveur moet uitleggen. We noemen dat met een mooi woord ook lawfare. Hè? De samentrekking van law en warfare. En daar zijn zij enorm bedreven in. Ja, dat is inderdaad